Suriname en de Nederlandse Antillen zullen de handen in elkaar slaan om de internationale georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Met dit doel zijn drie Antilliaanse ministers van Justitie tot vandaag 26 augustus in ons land voor een werkbezoek. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, BIBES, zegt dat zo'n aanpak een fikse uitdaging is. Door regionaal gezamenlijk te opereren, wordt het makkelijker om criminelen op te sporen. De bedoeling van deze missie is heel nadrukkelijk om te kijken op welke wijze de beide gebieden, dus Suriname en de drie landen, justitieel en politioneel kunnen samenwerken. Er is goed verkeer tussen de beide landen in termen van personen. Dat brengt uitdagingen met zich mee op verschillende terreinen. Er is sprake van grensoverschrijdende criminaliteit en criminele organisaties die actief zijn in al deze gebieden. De samenwerking is belangrijk omdat elk land op zichzelf het niet zal kunnen realiseren om die problemen aan te pakken. Maar daarnaast is er ook gesproken tijdens deze bijeenkomst, ook op het ministerie van BIBES, over een bredere vorm van samenwerking. Samenwerking op het stuk van investeringen, toerisme, maar daarnaast ook de mogelijkheden wat betreft agrarische sectoren, handel en investeringen. De bedoeling is dat de president vroeg in het volgend jaar een bezoek brengt aan de drie eilanden. Dat is een afspraak, heel concreet. We zullen die agenda dus vanaf nu goed gaan vaststellen. Er is ook gesproken met de Nationale Assemblée over parlementair contact. Dat bestond er reeds voorheen, dus dat wordt weer opgepakt. Het gaat om de ministers van Curaçao, Sint Maarten en Aruba die zich zijn komen oriënteren. Het bezoek kan ook in het kader van een verdere verbetering van het buitenlands beleid bezien worden. Het is volgens Ramdin van belang dat de relatie tussen partners in de regio wordt verstevigd en aangehaald blijft. Er wonen veel Surinamers op de eilanden, dus het kan niet anders dan de banden met deze naties blijvend te onderhouden. De minister Charlton Hato, Anna Richardson en Rocco John hebben verder een ontmoeting gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Met hem zijn ook de gemeenschappelijke issues met betrekking tot de veiligheid en de aanpak van de criminaliteit besproken. Ramdin maakte duidelijk dat deze zaken serieuze aandacht moeten krijgen, zodat er gericht beleid uitgestippeld kan worden voor een verdere aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Nou, de president heeft concreet voorgesteld, één, ten eerste dat we die agenda moeten vaststellen tussen de beide landen, niet alleen op het gebied van politie en veiligheid, maar ook op het stuk van economie, op het stuk van toerisme, op het stuk van olie en gas, maar ook op het stuk van personenverkeer. We weten ook dat er een uitdaging is voor wat betreft het feit dat vele van onze landgenoten werk vinden en werk zoeken in de Antillen, in de medische sector, ook in andere sectoren. Dat we dus daar goed naar kijken en proberen in goed overleg daar oplossingen voor te vinden. De president is concreet ingegaan op het feit dat de beide landen, of de drie landen en Suriname, gezamenlijk moeten werken op het stuk van veiligheid en personenverkeer. En het laatste is natuurlijk heel concreet dat de president heeft toegezegd de eilanden te gaan bezoeken. Vroeg in het jaar, ik denk dat het ergens eind januari, begin februari zal worden, dat de president een officieel bezoek zal brengen aan die drie landen.